Het kerstverhaal. Een verhaal over de geboorte van een kind. Het kind waar het Joodse volk al eeuwen op wacht. Wat heeft dat meer dan 2000 jaar oude verhaal ons nog te vertellen? Heeft het nog betekenis in deze tijd? Het verhaal van kerst is een verhaal over mensen onderweg. Mensen zoals wij. In een wereld waar zo vaak de duisternis overheerst en waarin wij allen verlangen naar licht, hoop, vrede. Ik neem u mee terug in de tijd. We gaan terug naar de periode ruim 2000 jaar geleden, waarin het Joodse volk onder zware omstandigheden moet leven in het gebied van Judea. Tegenwoordig is dit de streek die gedeeltelijk ligt in Israël en gedeeltelijk op de bezette westelijke Jordaan-oever. In die tijd is Judea nog een zelfstandige Joodse staat die wordt geregeerd door een combinatie van hoge priesters en koningen uit één familie, totdat de Romeinse generaal Pompeius hier een eind aan maakt. Vanaf dat moment is Judea een vazalstaatje van de Romeinen geworden. Dat betekent dat de koning van Judea ogenschijnlijk onafhankelijk is, maar eigenlijk hebben de Romeinen de touwtjes in handen. Op deze manier proberen de Romeinen een zo groot mogelijk gebied te beheersen op de bekende verdeel- en heersmethode. Door de Romeinse Senaat wordt Herodes uitgeroepen tot koning van de Joden in Judea. Herodes weet de steun van Rome te behouden door grote en dure geschenken uit te delen aan de Romeinse bezetters en aan de naburige koningshuizen. Dit maakt hem zeer populair bij een nieuwe keizer, Augustus. Deze populariteit is echter ver te zoeken onder het Joodse volk. Dat volk zucht onder de enorme belastingdruk die Herodes hen oplegt. Al eeuwenlang vertrouwen zij op een beter bestaan. Hen was toch ook de uittocht uit Egypte gegeven. Maar nu zijn licht en hoop ver te zoeken. Opnieuw zijn ze slaven geworden en ze gaan gebukt onder het strenge bestuur van koning Herodes en de druk van de Romeinen. Zelfs hun godsdienst wordt nauwlettend in de gaten gehouden en de religieuze leiders hebben maar te luisteren naar de wil van de overheersers. Steeds meer wordt hen de moed ontnomen. Steeds meer neemt de duisternis toe. Slechts enkele durven trouw te blijven aan zichzelf, aan hun volk, aan hun geloof. Zacharias is één van hen. Hij is leider van de priesters van het Joodse volk. Zacharias en zijn vrouw Elisabeth blijven geloven in het visioen van een wereld van vrede, liefde en hoop. Soms is dat hopen tegen beter weten in, want voor hen is het persoonlijk een groot verdriet. Zij zijn kinderloos. Is God hen vergeten? Is Hij het Joodse volk vergeten? Het verlangen naar licht in de duisternis is groter dan ooit. Thank you.
die tijd is het de gewoonte dat een van de priesters het wierookoffer mag brengen in de tempel. Dat wordt bepaald door middel van lotsteentjes. Tussen een aantal steentjes bevindt zich dat ene steentje dat recht geeft op het brengen van het wierookoffer. Deze keer bepaalt het lot dat Zacharias de tempel mag betreden. Wanneer hij in de tempel met het wierookoffer bezig is, verschijnt de engel Gabriël en Zacharias verstijft van angst. De engel stelt hem gerust en zegt: "Wees niet bang, Zacharias. God heeft je gebeden gehoord en hij zal jou en je vrouw een zoon schenken en je zult hem Johannes noemen." Zacharias kan dat niet geloven. Onmiddellijk is hij met stomheid geslagen. Hij kan letterlijk geen woord meer uitbrengen, want het onmogelijke gebeurt. Het kind dat hen geschonken zal worden, zal de mensen wijzen op de komst van een kind, een mens die zich het lot van alle mensen en het lot van de wereld aantrekt. En die alles op zijn kop zal zetten. Laatsten worden eersten. De liefde overstemt de haat. Vrede zal overwinnen. En het leven is sterker dan de dood. Johannes zal hen wijzen op het licht in de duisternis. Dit licht lijkt nog ver weg. Maar ergens in de verte is al een schemering zichtbaar. In het midden van de winter, wanneer de natuur helemaal verdort en verkilt, begint een roos te bloeien, pril nog, kwetsbaar en voorzichtig zijn weg zoekend naar de zon. Thank you.
Elisabeth is vol van blijdschap over het wonder dat in haar groeit. Een teken dat God hen lief heeft en zijn volk niet in de steek laat. In haar gebeden dankt zij God. Ver weg van die plaats woont haar nicht Maria. Zij is een jonge vrouw, verloofd met Jozef. Ook zij is in gebed verzonken en ook zij verlangt naar een kind dat de wereld en de mensen kan veranderen. Maar kan zij, zo'n eenvoudig meisje, in deze wensdroom een rol vervullen? Toch bidt zij uit verlangen naar een teken van hoop. Het is alsof het bidden van Elisabeth grenzen overschrijdt, grenzen van plaats en tijd. Alsof een verlangen naar licht, liefde en vrede rekt tot in het hart van Maria. Dit verlangen gaat de wereld in, als een niet uit te doven vuur. Datzelfde vuur leeft ook nu nog in de harten van mensen. Mensen zoals wij, zoekend, verlangend en tastend naar tekenen van hoop. Wanneer Maria in gebed is verzonken, klinkt er opeens een stem. Het is de engel Gabriël. Wees gegroet, Maria, hebbegenadigde. De Heer is met u. Wees niet bevreesd. Want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult aan de wereld de zoon des Allerhoogsten schenken.
Maria is dankbaar. Zij, een eenvoudig meisje, mag deel uitmaken van een nieuw begin voor mens en wereld. En ze geeft zich over aan het wonder dat haar overkomt. En ze looft God. De dag breekt aan dat Zacharias en Elisabeth hun zoon in de armen kunnen sluiten. Ze noemen hem Johannes en dat betekent God is genadig. Hij heeft naar zijn volk omgezien. De sprakeloosheid van Zacharias maakt plaats voor vreugde en dankbaarheid. De komst van Johannes is een eerste teken van licht. Maar de nacht is nog lang niet voorbij. Het leger van de Romeinen rukt steeds verder op. De machtswellust is niet te stillen. En de expansiedrift leidt tot wreedheid en vernietiging. Niets en niemand wordt ontzien. De machthebbers, ze lijken oppermachtig en onoverwinnelijk. Trompetgeschal klinkt door de landen, luid, oorverdovend, imponerend. Hoe lang zal dit geweld de wereld nog teisteren? Eens zullen de machthebbers toch van hun voetstuk moeten vallen. De wereld wordt tot wanhoop gedreven, want de Romeinse overheersers roepen op tot een volkstelling. Mensen worden gedwongen op reis te gaan naar de stad van hun voorouders. Op alle mogelijke manieren worden ze in de machtige greep gehouden van de Romeinse dictatuur. En keizer Augustus doet een bevel uitgaan. De hele bewoonde wereld moet worden ingeschreven. Thank you.
De schreeuwende soldaten, ze zijn verdwenen. Wie achterblijven zijn de mensen. Oud, jong, vaders, moeder, kinderen. Klein en angstig voor de lange reis. Het wordt stil. In een lange stoet lopen ze. Dagen, weken. Een lange stoet zonder einde. Toen, lang geleden, en nu, vandaag. De bevolking van Syrië, tot wanhoop gedreven door het Syrisch bewind, dat de macht vasthoudt door over lijken te gaan. Al meer dan 13.000 doden. Een Pakistaans meisje, dat door extremisten zwaar wordt verwond, omdat zij strijdt voor de rechten van de vrouw. Onschuldige kinderen op een school in Amerika, die door wapens worden vermoord. Maar ook het leed in ons eigen land, in onze eigen omgeving. Steeds meer kinderen die moeten opgroeien in armoede en kinderen met een levensbedreigende ziekte. Die zoveel moeten doorstaan en soms de kracht missen om kind te zijn. Mensen zoals wij, angstig, hopend op licht in het duister. Ook Jozef en Maria gaan op weg om zich te laten inschrijven. Ze moeten naar Bethlehem, de stad van David, de voorvader van Jozef. De reis is lang en zwaar. Vooral voor de hoogzwangere Maria. Gezeten op een ezel beginnen ze aan een loodzware tocht. Doodmoe komen Jozef en Maria aan in Bethlehem. En Maria kan elk moment haar kind ter wereld brengen. Vele anderen zijn ook in Bethlehem aangekomen en een rustplaats is niet meer te vinden. Wanhopig kloppen zij aan alle deuren, maar niemand geeft hen onderdak.
De enige plaats waar ze nog terecht kunnen is een stal, waar de dieren de nacht doorbrengen. En daar brengt Maria haar kind ter wereld. Ze wikkelt hem in doeken en legt hem in een voederbak. Ze noemen hem Jezus, God redt. Een kind met grote beloften, door velen beschouwd als koningskind. Tegen alle verwachting in komt dit kwetsbare kind ter wereld in de meest eenvoudige omstandigheden. Is dit het wonder waar de mensen op wachten? Het kind dat vrede brengt in een donkere wereld? De wereld wacht, verlangt, hoopt en weet nog niet dat het licht is ontstoken in de donkere nacht. Oh.
Dicht bij Bethlehem zijn de velden van Efrata. Herders zitten in de nacht bijeen en waken over hun kudde. Dan breekt de hemel open en een koor van engelen brengt vreugdevol nieuws. De herders worden omgeven door oogverblindend licht en zijn helemaal overweldigd. De schrik slaat om het hart. Wat heeft dit te betekenen? Een engel richt zich tot de herders. Wees niet bang, ik breng jullie goed nieuws. Een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David een bevrijder geboren. Hij is de Christus, de Heer. Ga op weg en zoek het kind, in doeken gewikkeld, liggend in een voederbak. Meteen gaan ze op weg en ze vinden het kind. En ze zijn getuigen van dit grote wonder. Het Joodse volk heeft eeuwen vertrouwd op hun God. Een God die zichzelf noemt, ik zal er zijn. In dit kind is hij ons het meest nabij gekomen. En de wereld mag nu weten van dit wonder. De herders vertellen het verhaal overal waar ze komen. En het gaat als een lopend vuur van mond tot mond. De hemel opent zich. Thank you.
Mijlenver van Bethlehem, ver weg van het wonder dat zich heeft afgespeeld, zetelt de gevestigde orde, de Romeinse overheersers en koning Herodes. Ze zitten behagelijk en veilig binnen de muren van zekerheid en machtswellust. Maar hun rust wordt wreed verstoord. Wijzen uit het oosten, hoogstaande sterrenkundigen, zijn door een ster gewezen op dit wonder. En zij willen het pasgeboren kind zoeken om het eer te bewijzen. Koning Herodes voelt zijn macht ontglippen. Het koninklijk paleis wankelt op haar grondvesten. Hij laat de wijzen naar Bethlehem gaan en vraagt hen om bij hem terug te keren zodra zij het kind hebben gevonden. Ook Herodes wil dit kind eer bewijzen, zegt hij. Maar in plaats daarvan beraamt hij een weerzinwekkend plan. Dit kind moet sterven. De wijzen volgen de ster en vinden het kind. Zij knielen neer voor Jezus. Een omgekeerde wereld. Laatsten worden eersten. Eersten worden laatsten. Herders worden kroongetuigen. Wijzen buigen voor een kwetsbaar kind. Jezus, hemels geschenk, staat midden onder mensen. Een kwetsbare roos breekt dwars door barre wintergrond. Een kleine lichtstraal zal eens de duisternis verjagen. Maar de nacht is nog lang en onheilspellend. De wijzen keren niet terug naar het koninklijk paleis en Herodes ontsteekt in ongekende woede. Hij geeft opdracht tot een gruwelijke daad. Het doden van alle jongetjes van 2 jaar of jonger. Zo bang is Herodes om de macht te verliezen. Macht die mensen tot monsters maakt en de wereld in duisternis hult. En vanuit die wanhoop ontstijgt opnieuw een smeekgebed. Erbarme dich, ontferm u. Thank you.
God laat de mensen weten, ik zal jullie niet verloren laten gaan. Mijn zoon heb ik jullie gegeven. In hem ben ik jullie het meest nabij. Volg hem en je zult vrede vinden. Jezus, mens onder de mensen, een voorbeeld voor ons allemaal, die ons laat zien dat niet de macht regeert, die ons bevrijdt van onze grootheidswaanzin en ons oproept om elkaar lief te hebben en de wereld te verlichten. Thank you.
Dames en heren, u heeft, toen u hier binnenkwam, dit mooie programmaboekje gekregen. Zou u mij het plezier willen doen om pagina 37 op te zoeken? Moet u wel een leesbril opzetten. Maar voor degenen die hem niet bij zich hebben, daar staat episode 7 Erbarmen die boven. U hoeft het niet uit uw hoofd te leren. Het slotkoraal, Brich an, o schönes Morgenlicht, dat staat rechts onderaan. Dat willen solisten, koor, orkest, onder leiding van Geert Kuiper, graag samen met u zingen.